Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans. En in deze aflevering van Dierenambulance onder rood beginnen we helaas wel heel erg triest. Martin, een collega van Huip, waarmee we vandaag op pad gaan, die kwam namelijk terug aan de basis met een heel erg verwonde meeuw. Allerlei ingegroeide draadjes aan zijn poot. Vreselijk om te zien. Mensen vliezen een draadje met vissen of ze laten het gewoon achter op het gras vaak. En dan zie je wat er gebeurt. Hier is een oude ontsteking. En dat heb ik mogelijk ook door visdraad. Dit pootje doet helemaal niks meer. Nou, je ziet, deze is al zo helemaal erin gegroeid. We gaan proberen het eraf te halen. Maar ik denk eigenlijk dat het niet eens meer nodig is, want dit pootje gaat het nooit meer doen. Arme jonge meeuw. Hij is verder nog goed, maar die pootjes. Dus we gaan ermee naar de dierenarts. Kom, kind. En terwijl we onderweg zijn naar de dierenarts, zit ik naast Huip in de dierenambulance met wel heel gemengde gevoelens. Want eigenlijk, als mensen gewoon hun visdraad opruimen en rotzooi niet laten liggen, had dit niet hoeven gebeuren. Had deze meeuw niet zo ontzettend veel pijn hoeven lijden. Ik hoop ook dat na het zien van deze beelden, mensen die dit doen, op andere gedachten worden gebracht. Is dat ook visdraad geweest? Dit is ook visdraad geweest. Ja, dit gaat ook niet goed. Ja. Ik vind, met één poot kunnen we hem laten leven, maar zonder poot gaat het niet. Ja. Nou, dan ga ik even wat pakken. Ja. Alleen dat visdraad. Ja, dat is het. Ik kom het zo vaak tegen. Dit is een mooie grote jonge vogel. Ja, hij ziet er voor de rest prachtig uit. Ja, nou, hij is voor de rest helemaal bij. Hij zit mooi in zijn veren. Maar dat is dus onmogelijk eigenlijk behandeld bij zijn. Ja, dit heeft gewoon te lang gezeten. Kijk, je ziet, het is ooit gaan ontsteken en dat... Ja, zie je, het sterft af. Ja. Ja, het is ook helemaal koud, zie je. Dat is, ja. Het is al koud. Ja. Goed, mag ik even een vragen? Zo, dat is alles. Ja. Nou ja. Ja, zielig, hè, dit soort dingen. Ja. Het was echt heel triest voor deze meeuw, maar gelukkig is ze nu uit zijn lijden verlost. En natuurlijk gaat ons werk gewoon door en gaan we naar de volgende melding. En waar we nu naar op weg zijn, dat was een melding van een gevonden slang van 50 centimeter die agressief moest zijn. Nou, bij aankomst viel dat eigenlijk wel heel erg mee, de politie stond er al mee in zijn handen. Pijn. Even lachen naar de camera. Nee. Oh, met zo lang. Is een hokter. Hier ik zag hem. Mag ik kijken? Ja, iedereen. Hij is al weg. En zoals u zag, eigenlijk viel het heel erg mee. Het was niet meer als een heel klein baby wurgslangetje. En nu is het gelijk weer tijd geworden om naar de volgende melding te gaan. En dat ging om een gevonden konijn in een tuin. Ja, zit in de tuin? Hier achter in de tuin. Ja. Ik heb geen idee van wie die kan zijn. Ik heb geen idee. Maar hij is heel tam. Ja. Hij lijkt precies op mijn hondje. En gelukkig hadden deze mensen het konijn al gevangen, zodat we het alleen maar hoefden op te halen. En natuurlijk zorgen wij dat als de eigenaar of eigenaresse zich niet meldt binnen 14 dagen, dat het konijn weer een heel goed tehuis krijgt. En onze volgende melding, en tevens de laatste voor vandaag, is toch weer een meeuw. Maar gelukkig, deze meeuw, die was alleen nog jong en kon zichzelf niet verzorgen en zat verzwakt in de tuin. En Huip, die kon hem heel makkelijk pakken. Ja, misschien dat hij bezig is met de vlieglessen en dat hij ja, hij vloog niet op. Nee, we hebben wel eens gehad dat hij inderdaad zo'n jong zat en dat hij
Ja, de hele familie die vloog rond je kop. Ja, dan hoor je ze schrijven. Ze vullen je aan, maar hij is nu helemaal alleen. Ja. Maar als deze gaat schrijven, zouden ze het ook makjes nu wel laten. Ja. Nou, we nemen mee naar het Vogelasiel. Ja, te gek. Nou, hartstikke fijn. Ja, ik dacht voordat de kat me opvreet. Ja, nee, natuurlijk niet. Zeker niet. Gelukkig loopt het met deze meeuw een heel stuk beter af als met de meeuw waar we deze uitzending mee zijn begonnen. Deze meeuw die gaat naar het vogelasiel, wordt goed bijgevoederd en die kan daarna weer vrij rond gaan vliegen. Weet jij waar ongeboortebeperking zo belangrijk is? Eén volwassen kater en één volwassen poes krijgen na circa 2 maanden een nestje van 4 kittens. Deze kittens zijn tussen de 5 en 8 maanden alweer geslachtsrijp. De poezen krijgen na 2 maanden beide een nestje, totaal 8 kittens. Die tussen de 5 en 8 maanden ook weer geslachtsrijp zijn. Binnen 2 jaar zijn dus minstens 14 katten geslachtsrijp. En we hebben na 1 jaar al 14 katten. En dan nog de katers. Niemand weet hoeveel poezen deze katers hebben gedekt. Stel dat ze allemaal 1 poes hebben gedekt. Dat zijn dan 24 nakomelingen. En dat kunnen er nog veel meer zijn. Zeg ja tegen geboortebeperking en laat uw dier helpen. Want dit mag nooit meer gebeuren. En de asieldieren willen heel graag een huisje. Stichting Mensen Dier Nederland helpt. Word daarom donateur of sms poes naar 1008 voor een eenmalige donatie van €3. En vandaag zijn we weer meegereden met Chris. En de eerste melding was een koutje wat bij een school lag onder een struik. Nou, uiteraard gaan we kijken wat hiermee aan de hand is. Nou, gaan we allemaal maar even aan de kant. Hij vliegt helemaal niet eigenlijk. Nee, hij is ziek. Hij is heel mager. Het is een mooie. En hij heeft niks gebroken. Nou, dit vogeltje is ziek. Ik denk dat hij buikpijn heeft. En we gaan hem naar het vogelasiel brengen en dan gaan ze voor hem zorgen. Zielig! Ja? Nou, het is niet zielig hoor, het gaat vast goed met hem aflopen. Hij moet alleen even naar de dokter. Ik heb bijna nooit een vogel die niet kan vliegen. Nee, maar omdat hij een beetje ziek is. Is hij een babytje? Nee, hij is echt ziek. Nou, we gaan hem gauw wegbrengen. Met dit koutje komt het dus vast en zeker wel goed. De volgende melding is alleen een stuk erger. Een vermoedelijk aangereden kat. Nou, ik ging de hond uitlaten, ging die kant op. Ja. Toen kwam ik terug en toen keek deze kant op en toen zag ik hem liggen. En ik dacht, wat is dat nou? Dus. Maar toen moest ik later weer weg met de auto. Ik dacht, misschien slaapt hij wel. Toen moest ik weg met de auto. Dus ik pakte de auto en toen lag hij er nog. Toen dacht ik, nou, dan moet ik hier maar verder. En bij het zien van de kat bleek het ergste helaas waar te zijn. Hij was overleden en zelfs al helemaal stijf. Het zal je kat maar zijn. Helaas kunnen we ook de eigenaar of eigenaresse van deze kat niet waarschuwen, want hij was niet gechipt en had ook geen speciale dierenpenning om. Mocht er iemand zijn, als ik wat hoor, of hebben jullie mijn kat gevonden, soms hangt er aan de hand, wel eens een briefje overal, dan weet ik in ieder geval hoe jullie het doorzien. Ja, wij geven hem ook op bij Amivé. Ja, klopt. Dan, we bewaren hem 2 weken. Ja, natuurlijk. En als er na 2 weken niemand gekomen is, dan gaat hij voor de strijd. Ja, precies. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. U ook bedankt. Oké. Okay. Ja. Echt ontzettend naar wat hier gebeurd is. Maar laten we eerlijk zijn, het kan iedereen natuurlijk overkomen. En daarom is het ook zo belangrijk om het telefoonnummer van een dierenambulance in uw telefoon te hebben staan, dat zo wanneer het gebeurt u het gelijk kunt melden. Natuurlijk gaat ons werk gewoon verder. En nu zijn we onderweg naar een melding van een ziek of gewond vogeltje. Het is die spreeuw. Ja. Oké. Okay. Omdat hij door een kat gepakt is, gaat hij altijd naar het asiel. Okay. Het vogelasiel. Mm-hmm. En dan geven ze hem iets van antibiotica. Okay. Omdat een kat er beter kan, toch altijd, daar kunnen ze een infectie van oplopen. Ja. Ja, ik kon verder niks aan hem ontdekken, maar ik vond het zo sneu. Ik denk, ja. Dus nou, fijn dat u zo snel komt. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Nou, hij gaat dus naar het vogelasiel. Nou, ik zie er op zich niks aan. Kijk, het is...
Dat is helemaal gaaf. En de vleugels zijn ook heel. Maar omdat hij misschien toch een klein wondje heeft door een kat, gaat hij altijd naar het vogelasiel en dan krijgt hij iets van antibiotica. En dan wordt hij na een paar dagen weer vrijgelaten. Met dit vogeltje komt het gelukkig dus weer helemaal goed. De volgende melding is een melding van een dode duif die iemand langs de kant van de weg in een doos heeft gezet. En uiteraard halen we die ook even op. Helaas. En de laatste melding voor ons vandaag is ook wel weer een hele trieste. Wat is het geval? Een aantal jongens die hebben 6 babykonijntjes, vermoedelijk gedumpte konijntjes, midden in het plantsoen gevonden. Ik zou even een bakje pakken. En bij het zien van de konijntjes was het al duidelijk, ze zijn zeker niet ouder als 2 dagen. Dat iemand het over zijn hart kan verkrijgen om konijntjes zomaar te dumpen in het plantsoen is echt onbegrijpelijk. Het is ook maar de vraag of deze konijntjes in leven kunnen blijven zonder moederkonijn. Wij brengen ze in ieder geval zo snel mogelijk naar het knagertje en daar zullen ze in ieder geval hun uiterste best doen. Stond dat ze 2 dagen oud waren? Ja, of echt de hele baby. Ik had wel gezegd dat ze inderdaad heilige jonkies waren. En nu maar hopen dat de konijntjes het gaan redden. Volgende week onder andere bij Dierenambulance onder Rood een vrijlating van een zwaan die heel ernstig gewond was. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans.